Het gerecht onderzoekt dus of er een link bestaat tussen de bende van Nijvel en de groep De Jan, een elite-eenheid van de vroegere Rijkswacht. Bij sommigen onder u doet de naam wellicht een belletje rinkelen, maar het is intussen geschiedenis. We frissen even uw geheugen op en we beginnen bij de aanleiding voor de oprichting van De Jan. Een bloedige aanslag in München tijdens de Olympische Spelen in 1972 schudt alle veiligheidsdiensten in West-Europa wakker. 11 Israëlische atleten en 1 Duitse agent worden vermoord door Palestijnse militanten, vooral omdat de Duitse politie niet uitgerust is om gepast te reageren op extreem geweld. In ons land probeert de Rijkswacht lessen te trekken uit de blunders van de Duitse politie met de oprichting van een nieuwe elitebrigade. De Diane-leden weten hoe ze in onverwachte en moeilijke situaties snel en raak moeten schieten. De groep Diane bestaat uit intensief getrainde rijkswachters, gespecialiseerd in tactische interventies waarbij zware wapens worden ingezet. En die nalatenschap is ook vandaag nog voelbaar. De elite-teams van de federale politie bestaan nog steeds. Enkel de naam Diane behoort definitief tot het verleden. Belgen gaan nog altijd graag op reis.